Oké, ik pak een bal. Oei. Ah ja. Ah, oké. Wie is volgens u de persoon van het jaar? Voor mij is de persoon van het jaar Donald Trump. Wat mij betreft niet in positieve zin natuurlijk, maar ik kan er niet omheen dat die man een fundamenteel spoor aan het trekken is wereldwijd. Is de man die bijvoorbeeld een wereldwijde consensus dat we keihard moeten strijden om ons om de klimaatopwarming tegen te houden, die dat in twijfel trekt, die daar eigenlijk tegenwerkt. Er is ook iemand die bijvoorbeeld, als het gaat over het in internationale relaties streven naar vredevolle oplossingen, die daar ook het tegenovergestelde doet. Kijk bijvoorbeeld naar zijn houding in het Midden-Oosten, de erkenning van Jeruzalem als hoofdstad van Israël, het in vraag stellen van het akkoord dat gesloten is met Iran. Dat zijn allemaal fundamentele stappen terug die hij zet in problemen die we eigenlijk wereldwijd moeten aanpakken. Daarom is hij de persoon van het jaar voor mij, maar in negatieve zin. Okay.